Wanneer je met jouw Hyundai regelmatig lange afstanden moet afleggen, zijn de rijhulpsystemen actieve rijbaanassistentie LKA, autonome rijbaanassistentie LFA en Smart Cruise Control SCC enorm handig. Het rijdt comfortabel, draagt bij aan de veiligheid en je bespaart ook nog eens brandstof. Actieve rijbaanassistentie LKA, een afkorting van Lane Keeping Assist, zorgt ervoor dat de auto binnen de lijnen van de rijstrook blijft. Dit rijhulpsysteem herken je aan het controlesymbool van een auto tussen twee lijnen. Overschrijd je een wegmarkering zonder dat je de richtingaanwijzer hebt ingeschakeld, dan klinkt er een waarschuwingsgeluid. Indien nodig, voert het systeem een stuurcorrectie uit. Actieve rijbaanassistentie activeer en deactiveer je met een druk op deze knop. Het rijhulpsysteem Autonome Rijbaanassistentie LFA, een afkorting van Lane Following Assist, activeer of deactiveer je door op deze knop op het stuurwiel te drukken. In het volledig digitale instrumentenpaneel verschijnt het controlesymbool van een stuurwiel. Autonome rijbaanassistentie helpt de auto veilig in het midden van de rijstrook te houden. Bij onveilige stuurmanoeuvres klinkt een waarschuwingsgeluid en volgt, indien nodig, een stuurcorrectie om de auto weer in een veilige rijpositie te brengen. Houd de handen aan het stuur wanneer autonome rijbaanassistentie is ingeschakeld. Doe je dat niet, dan schakelt het systeem automatisch uit. Smart Cruise Control activeer je met deze knop. Smart Cruise Control zorgt niet alleen voor een constante snelheid van de auto, maar ook voor een veilige afstand tot de voorligger. Deze afstand kun je zelf bepalen met deze knop. Vermindert een voorligger snelheid, dan remt Smart Cruise Control de auto automatisch af, indien nodig tot stilstand. Zodra het verkeer weer begint te rijden, voert het systeem het tempo op, indien mogelijk naar de ingestelde snelheid. Houd deze knop ingedrukt om tussen Cruise Control en Smart Cruise Control te switchen. Highway Driving Assist maakt het rijden op de snelweg veiliger en comfortabeler. Op basis van informatie van de camera aan de voorzijde, radarsensoren en navigatiegegevens houdt Highway Driving Assist de snelheid van de auto onder controle en de afstand tot de voorligger constant, terwijl het ook de auto in het midden van de rijstrook houdt. Andere semi-autonome rijfuncties zijn Intelligent Speed Limit Assist ISLA, dat de snelheid van de auto aanpast aan de maximumsnelheid op de weg, en High Beam Assist HBA, dat automatisch switcht tussen groot en dimlicht om tegemoetkomend verkeer niet te verblinden. Op het gebied van veiligheid is extra aandacht besteed aan kinderen. Rear Occupant Alert, dat personen op de achterbank worden vergeten bij het verlaten en vergrendelen van de auto. Wanneer de bestuurder zijn portier opent om uit te stappen, krijgt hij automatisch een melding op het instrumentenpaneel met de opdracht de achterbank te controleren.